Als je gaat kijken in het verleden, zou ik maar zeggen, dan heb ik best wel eens een paar fietsen verkocht. En het gebeurt nog wel eens van waar je een fatsoenlijke middenklasse BMW voor kan kopen, zou ik maar zeggen. Ja, oké. Okay. Maar dat zijn zeldzame dingen en dat is ook niet mijn focus. Sorry. Hey, kijk wie we daar hebben, kooien, wijzeren, vrienden en hobbyisten. Dit is Rob de Vos. En lang niet iedereen zal hem kennen, maar hij gaat zijn eigen nu voorstellen. Want wij hebben elkaar, Rob, nou wel 10 jaar geleden voor het eerst of zo ergens ontmoet, denk ik. Ik denk het wel, ja. Ja, ja dat, zowel in Nederland en daarna heel snel in Japan. Dat was tof. Het was met een grow-out, een van de eerste, denk ik wel, met Maruo Showa. Had ik en Aoki. En ik had dat op de Beekse Bergen met de Kooi Show gewonnen. En dat was een reis naar Japan. En onder begeleiding van jou heb ik daar een week alles mogen zien. Ja, ik kan me nog herinneren inderdaad. Ja. Dat ja, was echt geweldig. Maar ja, inmiddels zijn er dingen veranderd. Vertel even wie je bent. Er zijn veel dingen veranderd. Rob de Vos uiteraard. Sinds 1994 hebben we het over. Even snel, 26 jaar geleden, zeg ik juist. 27 jaar, bijna. Ben ik voor de eerste keer in aanraking gekomen, denk ik, met kooi. Ik had die geïmporteerd zelf. En die stond ergens op een lijst. En ik denk, hey, dat is grappig. Laat ik die maar eens een keertje bestellen. Nou ja, van het een kwam het ander uiteraard. Dus heb ik jarenlang heb ik eigenlijk in een tuincentrum gewerkt. Dat werd op een gegeven moment een hele grote kooiafdeling. Daar zwom alleen maar kooi rond. En toen ben ik via een leverancier van mij een grote onderbenadering bij hun te komen werken. Nou, in eerste instantie heb ik dat niet gedaan, maar later toch toegezegd. En dan ben ik langzaam Japan ingerold. En om even het verhaal een beetje in te korten wat dat betreft. Ik kwam in 2003 voor de eerste keer in Japan uit mijn hoofd. Dus dat was een jaar voor de uitbeving hier zo. En vervolgens heb ik in 2018 besloten om mijn eigen bedrijf op te richten. Dus dat was eind september 2018. En inmiddels hebben we hier een limited in Japan, een BV in Nederland en sinds vorig jaar een groothandel in Duitsland ook. Van 500 vierkante meter binnen en 500 vierkante meter buiten ook een GmbH. Dus alleen echt puur groothandel op het gebied van kooi. Dus daar staan nu 30 tanks. En zo is het gelopen. Dus dat is heel eventjes in het kort wie ik ben. Ja, en jij zit nu in Japan? Ik zit nu in Japan, ja. Ja. Al vanaf? Maar, het is nu vanaf begin oktober. Dus we zijn inmiddels bijna 7 maanden verder. Ja, dat is een harde tijd. En het... Klanten kunnen natuurlijk momenteel niet komen. Het land zit dicht. Alleen voor degene met een visum, visa-houders, nou die heb ik dan, een verblijfsvergunning, dan kan je er wel in komen met allerlei restricties. Maar dat kan gelukkig, dus here we are. Ja, want al die kooidealers die normaliter zelf gaan, die zijn nou afhankelijk van mensen zoals jij in de coronatijd. Maar ik weet dat jij een heel scherp kooi ook hebt. Je bent denk ik een van de toppers als het gaat om selecteren. Ja. Maar ligt er dit jaar veel meer druk op jou dan anders? Nou, de druk ligt in zoverre niet zo hoog dat natuurlijk wel heel veel klanten zijn die specifieke wensen hebben. Kijk, als ik hier met een, even kort gezegd, met een leeg hoofd kan rondrijden en gewoon alle goede vissen kan kopen die ik wil, dan zou dat een stuk vlotter gaan. Maar je wil natuurlijk je klanten uiteraard goed bedienen en dan zijn er wel wat uitdagingen hier en daar. Hè. Mensen die hebben een budget, die hebben wensen. Dus ja, die vissen zitten niet op één plaats. Hè. Je moet naar meerdere kwekers toe gaan om die wensen te vervullen. Dus ja, je probeert de gulden middenweg te vinden, maar goed buiten alle orders om, waar we heel, ik denk toch wel erg succesvol door zijn gerold. Met alle vissen die verstuurd zijn. Koop ik uiteraard gewoon vissen bij een kweker als ik er ben en denk van, hey, dit klopt, de kwaliteit klopt, de prijs klopt. En dat hoeft niet altijd te betekenen dat die vissen puur zijn. Ja, ik bedoel, niet iedereen kan alle dure vissen natuurlijk inkopen en verkopen, maar ook gewoon de normale handel. Dus ligt de druk hoog? Ja, die ligt hoog, maar ik heb elke dag nog plezier in. Dus, ja, oké. En nu heb ik een rechtstreekse lijn met Japan. Misschien kun jij een beetje het doekje lichten, zeg maar, rondom prijzen. Want daar wordt altijd zo geheimzinnig gedaan. Maar hoe wordt zo'n prijs opgebouwd? Want jij begint daar dus nu mee. En ik ben het eindstation. Nou ja, zo is het feitelijk. Je hebt de kweker en je hebt de hobbyist. Wat het eindstation is natuurlijk.
En daartussenin zitten allerlei schakels waar mensen werk hebben, kosten hebben, et cetera. Dus zowel ik als kwekers, bedoel, denk aan voerstroom, water, werk uiteraard. Dus ja, er zijn allerlei uitdagingen hier zo. Bij een kweker gaat het ook niet altijd van een leien dakje natuurlijk. Die hebben te maken met vissen die in de mutpont zitten waar een beer langskomt of een tanuki. Of er zijn overstromingen. Er zijn allerlei uitdagingen natuurlijk. Ja, in dat geheel, je kunt je bijvoorbeeld voorstellen, bijvoorbeeld neem een kweker als Hoshikin, die selecteert 97% van zijn vissen uit, die wegdoet, waar hij afscheid van neemt. En van die 3% die hij overhoudt, ja, daar moet hij natuurlijk wel echt wat aan verdienen. Oké. Okay. Dat is Hoshikin. Kijk, Marusse is iemand die wel in de massa denkt, die heeft andere kwaliteit in huis, ook de hoge kwaliteit. Dus ja, iedereen zal ergens natuurlijk een keertje zijn graantje moeten meepakken. Ja, hoe is een prijs opgebouwd? Nou ja, dit gedeelte van kosten uiteraard, die we allemaal hebben. Ja, hoe is een prijs opgebouwd voor een vis? Kijk je naar een standaard vis, dan weet die kweker, ik heb zoveel vissen, ik moet dat eraan verdienen. En ik moet er zoveel van verkopen om dat terug te verdienen, om uit mijn kosten te komen. En vaak zijn de betere vissen, de duurdere vissen die ze hebben, die dat zijn hun bonus, hun extra's. Hè? Zo moet je het ongeveer zien. Maar net zoals in de groothandel dat het is, en jij bent ook leeft op groothandel, ja. Dan heb je de kwekerprijs, jij hebt een aandeel daarin, dealer die het van jou koopt. Ja, je hebt inderdaad een kwekersprijs, vervolgens probeer ik die van de kweker, dat is een x-percentage voor mij bij, daar verkoop ik het voor aan de dealer. En uiteraard heeft de dealer weer hetzelfde als wat ik en de kweker hebben, die hebben ook hun kosten en die moeten daar gewoon in rekenen. Ja. En die stellen daar weer een prijs voor vast. Dus ja, dat zitten wel op meerdere schakels in. Dat is ook normaal. Het is niet alleen bij vissen, het is overal. Nee, natuurlijk. Precies, dat is bij klik. De boer moet ook zijn koeën melken. En, ja. Voordat de melk bij de endconsumer is. En wie is de grootste boosdoener als het gaat nu om de kosten in het coronajaar? Is dat het transport? Ja, dat zeg je goed. Dat is een behoorlijke factor geworden. Je kan bijna stellen dat die transportprijzen maar al anderhalf tot soms al verschillende bestemmingen maar al twee zijn gegaan. Dat heeft natuurlijk te maken met iedereen, denk ik eventjes, God gezegd, die thuis zit voornamelijk. Er wordt heel veel online gekocht. Vracht is enorm in pakketdiensten, maar ook in automotive parts en noem het maar op. Dus die ruimte die is heel beperkt. Ja, als er natuurlijk veel vraag is, een beperkte ruimte, dan het oude plaatje, dan gaat het omhoog. Ja, zo het vliegtuig moet in ieder geval wel omhoog. Ja, dat zeker. Ja, over prijzen? Ik denk dat de grootste factor is, want immers mijn marges zijn gelijk verbleven. Wat er wel is dat heel veel kwekers, bekende kwekers als Momotaro, Sakai, waar wij ook van kopen en kunnen leveren, Dainichi, die doen tegenwoordig natuurlijk heel veel online, hè? Die doen veilingen. Ja. En wat ik daarmee zie is natuurlijk dat waar ik voorheen wel eens zelf denk van jongens, dit soort vissen die kocht ik voor een x-bedrag, die gaan nu voor maal 2 of maal 3 weg. Dan zie je toch wel dat er een soort van hype is ontstaan van mensen die thuis denken, ja, ik moet die vis hebben. En dan soms probeer je wel eens mensen advies te geven, maar ja, als mensen, klanten dat dan toch willen hebben, ja, wie ben ik dan nog om dat te stoppen natuurlijk. Ja. Dus er zijn best wel wat verschuivingen. Ik ben ook zo verslaafd hoor, met de veilingen. Ja, heel aanstekelijk. Ja. Maar we hebben het ook over prijzen van vissen. Maar de duurste kooi is 1,6 miljoen weggegaan een keer? Ja, dat was bij Sakai Fish Farm as Legend. En die vis is inmiddels dood. Dus dat is ook nog een ding. Ik weet niet meer precies. Dat was volgens mij drie jaar geleden geweest of zo. Dat op het Japanse bedrag is Nioko Sambiakama. Dus het is, we hebben het over 203 miljoen. Dus we hebben het 1,5 miljoen euro, denk ik zo even snel gezegd. Zijn dat ook vissen die jij verkoopt, Rob? Ja, elke dag. Nee, absoluut niet. Nee, natuurlijk hebben wij er ook, het grootste gedeelte, zal ik maar zeggen, zijn de commerciële vissen. Eerlijk is eerlijk, zo werkt dat gewoon. Nee, iedereen die heeft gewoon een commerciële factor nodig, ook gewoon om normaal zijn handel te kunnen verkopen. Maar nee, dat soort dure vissen niet. Ik denk, als je gaat kijken, in het verleden, zou ik maar zeggen, dan heb ik best wel eens een paar vissen verkocht. En het gebeurt nog wel eens van waar je een fatsoenlijke middenklasse BMW voor kan kopen, zou ik maar zeggen. Ja, oké. Okay. Maar dat zijn zeldzame dingen en dat is ook niet mijn focus. Zo werkt het gewoon. En zie jij ook met betrekking tot de vissen die Japan uitgaan, zie jij een verschuiving naar afzetgebied? Wat is voor Japan, voor de kooi? Ja, nou ja.
De verschuiving, weet ik niet of het echt een verschuiving is, maar wat ik wel zie natuurlijk is dat ik nu wereldwijd aan veel meer bestemmingen lever als dat het voor de corona was. Want ja, mensen, nogmaals, iedereen zit online en ik heb nu de laatste shipments dit jaar Canada, Dubai, uiteraard Azië, Indonesië, Thailand, die kant op, Zuid-Afrika hebben klanten. Dus ja, je ziet wel verschuivingen komen op dat vlak. Ook mensen die voorheen elders kopen, die komen nu bij mij of andersom. Dus op dat vlak zie ik verschuivingen, ja. Mensen die momenteel is het ook een ding, want normaal gesproken kan je tot eind juni, kan je hier in Niigata, kan je makkelijk aan je vissen komen. Momenteel zijn, nou ja, ik zeg het maar voorzichtig, is 80% van de kwekers zijn uitverkocht, als het niet 90% is. Ja. Dat is ongelooflijk. Ja. Iedereen hier in Japan ook, die kwekers, die zeggen ja, dit jaar is bijzonder, heel bijzonder. Hè? Er zijn heel veel vissen weggegaan. Dus voor mij resulteert dat ook, zou ik maar zeggen, ik heb hier uiteraard personeel die nog gewoon doorgaat, maar dat ik volgende week, eind van de maand, nu naar de koi show, hier de junior koi show, naar huis ga. Dan kan ik tenminste nog wat thuis met de familie spenderen en naar mijn bedrijf in Duitsland toe nog. En hoe ziet Japan de Nederlandse kooimarkt? Hoeveel respect hebben ze voor ons? Of hoe zien ze ons? Dat is er wel hoor. Dat is er zeker wel. Ik bedoel, Nederland is best een... Of eigenlijk Europa, Duitsland mede daarbij natuurlijk. Maar ook heel Europa is altijd al een hele grote afzetmarkt geweest. En respect, uiteraard het hele land draait om respect. We hebben wel te maken met kwekers. Hè? Dat zijn vergelijkbaar gewoon natuurlijk met boeren. Hoewel sommigen natuurlijk wel heel hoog... De grotere farms en de bekende namen natuurlijk, dat zijn echt geen... Die draaien natuurlijk op een hele andere manier hun handel. Maar ja, er is zeker respect. Maar ik denk die respect er niet echt alleen van Nederland is. Het is gewoon wereldwijd voor de klanten. Ik bedoel, heel veel mensen die lang komen, kennen ze bij naam en toenaam de kwekers en andersom. Dus dat is er zeker wel. Ja. Oké. En een paar mythes proberen weg te nemen hier. Want jij zit er al jaren. Mythbusters hebben ze in Engeland. Maar zo'n mythe 1 is... de echte topvissen... die zullen nooit uit Japan vertrekken. Nou, dat is niet helemaal waar. Wat wel waar is... dat denk ik... Ik denk dat de echte topvissen hier en daar best wel uit Japan vertrekken. Momenteel is het ook gewoon zo... Wat is van belang voor een kweker? Oude dieren. Oude dieren die hun echt nodig hebben voor de kweek... Ja, die zie je Japan niet verlaten. Dat kan je echt vergeten. Dat is hun... bread and butter, dat is de basis die ze nodig hebben natuurlijk. Mm-hmm. Zijn er nog mythes omtrent vissen? Ja, wat ze wel eens doen, kwekers, die zeggen, nou ja, bijvoorbeeld, je hebt van elk jaar heb je een beste vis, elk kweker heb je een beste vis, dat noemen de kashira. Nou ja, ik heb er nu zelf toevallig vorige week eentje gekocht voor mezelf. En dat soort vissen vertrekken wel eens. Maar ja, immers als die beste vis uit die bak is, dan is er wel een tweede kashira weer daar. Ja, vissen die ze echt niet willen verkopen. Sommige vissen, daar zien ze wat in. Die willen ze graag houden om zelf de ontwikkeling te zien. Maar ik denk wel dat toppers gewoon weggaan. Als de juiste prijs ervoor betaald wordt, gaan die gewoon weg. Ja. Okay. Maar ja, een kweker heeft uiteraard zijn 2, 3 en 4 jaar zijn vissen nodig. Dus ja, van elk groeijaar houden ze natuurlijk wel een x-aantal vissen om die oren te groeien. Dat is, ja, weet dat. Dus ja, mythes. Nou, ik denk dat er niet echt mythes meer zijn. Wat dat betreft. Nee. Dat is goed nieuws. Dat biedt perspectief voor de hobbyist die goed kan sparen. Ja. Rob, ik denk dat ik in ieder geval uren nog met je door kan kletsen. Want ik vind het wel tof dat ik de vragen die we hier aan de bar, als die weer eens hier open gaat, met elkaar delen. Ja. Van zo zit het in elkaar. Nu aan de tand kunnen voelen bij iemand die er echt dicht op het vuur zit. Maar ik denk dat we dat gewoon gaan bewaren. Een aantal voor wat extra uitzendingen. En één zo eentje is... dat is wel tof. Dus dan bedenk ik me dat we de volgende keer... laten het hebben over... die verborgen pareltjes, juweeltjes. Ja. We kennen allemaal die topkwekers. En of de Momotaro Sakai... of waar jij in de buurt zit, de Sawa's, noem ze maar op. Die kennen we allemaal. Maar volgens mij zijn er... altijd upcoming kwekers, hele kleine schuurtjes van de medewerkers die misschien bij ISA werken en toch ook zelf ook nog een beetje hobbyen. Nou, daar ben ik in ieder geval heel erg benieuwd naar. Ja. En die bewaren we dan voor de volgende keer. Zeker, gaan we doen. Leuk. Ik bedank je alvast voor deze eerste interview van een reeks, hoop ik. En dan, graag gedaan. Bij jou is het binnenkort wel te rusten, hè? Ja, dat is, we hebben nu 7:30 s'avonds, zie ik hier op de klok. En vandaag ben ik in Yamanashi geweest bij Mount Fuji. Daar wat kwekers bezocht. Dus 4 uurtjes rijden.
Dus vanochtend, want als het 5 uur vertrokken en net een uurtje geleden teruggekomen. Dus dan begint eigenlijk mijn dag, heel Europa is wakker geworden. De e-mails beantwoorden, administratie doen. Dus nog een paar uurtjes zijn we wel bezig. Eerst nog even wat te eten scoren en dan gaan we lekker bezig. Oké, dan is het eet smakelijk. Je werkt ze hier ook half 1 pas. Tot de volgende keer. Dankjewel Ben, groetjes. Hoi.